Dat we zelf het laatste contact hebben gehad, dat was maandag volgens mij. En ik weet dat Stefan, de vriend van Chris, dinsdagmiddag nog contact heeft gehad. 2 uur Nederlandse tijd ongeveer. En ja, dat is het laatste bericht. 2 uur plaatselijke tijd. Oh, 2 uur plaatselijke tijd. Oké, okay. Nou, maar in ieder geval... En hoe ging het toen met haar? Ja, goed. Ze hadden het erg naar hun zin. En we waren heel vrolijk en heel enthousiast over wat ze allemaal meemaakten en wat ze allemaal zagen. En hadden er erg veel zin in. Ze hadden allemaal plannen ook nog, hè, voor de rest van de week. Nou ja, ze zouden zaterdag zijn ze aangekomen bij een pleeggezin, of bij een gastgezin. En toen zouden ze maandag beginnen bij die school. En toen bleek dat die school zoiets had van, we verwachten jullie pas volgende week. Dus toen hadden ze een week om in te vullen. En dus ze hebben maandag plannen gemaakt om dan in die week te gaan doen. En daar zijn ze dinsdag ook nog mee bezig geweest, weten we. Dat ze op internet hebben gezeten om te kijken van, nou, wat is er allemaal te doen. Ze hadden wat tours geboekt voor de woensdag en voor de donderdag en voor de zaterdag. Ja. En wat was het eerste signaal? Hoe kreeg je het eerste signaal dat het mis was? Nou ja, we hadden zelf wel zoiets van, goh, ze reageert niet. En woensdag hadden ze zoiets van, laten we ze weer een berichtje sturen. Hè? Van, hoe gaat het? En laat even wat horen. En... Maar daar kregen we antwoord op. En, de ouders van Lisanne die hadden dagelijks contact met Lisanne, denk ik. Ja, en, dus die kregen ook geen contact meer. En die zijn toen gaan bellen naar Boket. Nee? Jullie zijn gebeld. Oh, oké. Okay. Oh, nou, des te beter, maar maakt het niet uit. Maar toen kregen we dus s'nachts een telefoontje van Peter, de vader van Lisanne, van ze zijn vermist. Ja. Heeft u plannen om daarheen te gaan? Ja, zo langzamerhand wel eigenlijk. In eerste instantie hadden we zoiets van ja, wat moeten we daar doen? We lopen iedereen in de weg, kennen de taal niet, kennen het gebied niet. Dus wie zijn wij om ze eerder te kunnen vinden dan de gidsen die het gebied wel kennen? Maar ik moet zeggen dat vandaag zitten we erover te praten om misschien toch wel te gaan. Wat denkt u dat, wat kan er gebeurd zijn? Ja, nou, dat vind ik eigenlijk de vraag waarvan dat ik liever niet op speculeer. Er kan van alles gebeurd zijn. En er is blijkbaar iets gebeurd, anders waren ze niet weg. En, en er is iets gebeurd wat niet goed is. En of het dan een verdwaald is of een ongeluk of weet ik veel. Dat kan van alles zijn. Want u krijgt ook, zei u net, hoopgevende geluiden. Nou ja, in die zin hoopgevende geluiden van dat iedereen in Panama en Boket is heel erg bezig met hun verdwijning. En is ook heel erg bezig met het zoeken daarnaar. En ik heb wel het idee dat alle middelen worden ingezet om ze te zoeken. Ik bedoel, er vliegen helikopters, er zijn 25 man aan het zoeken. Er is vandaag ook een heel team van vrijwilligers nog weer, 20 man actief aan het zoeken. Er wordt geprobeerd om in de radio-uitzending te komen die alle Indianen daar in het hele gebied beluisteren. Dus ja, dat zijn allemaal signalen waarvan ik denk van, nou, iedereen spant zich uitermate goed in om Chris en Lisanne terug te vinden. En je krijgt er ook berichtjes van er is in hetzelfde gebied een jongen 4-5 dagen ook compleet zoek geweest. En die kwam op een gegeven moment weer gezond en wel tevoorschijn. Omdat er ook voldoende water en vruchten te vinden zijn. Dus nou ja, dat zijn hoopgevende dingen. En, ja. En hoe loopt de samenwerking met Buitenlandse Zaken en de lokale autoriteiten? Ja, uitstekend. Ik kan niet anders zeggen, Buitenlandse Zaken heeft vanaf het begin uitermate serieus genomen. En zijn heel goed bereikbaar, zijn altijd te bellen. En, nou ja, dat kan de vader van Lisanne zo ook vertellen. Van met hulp, elke hulp staan gelijk klaar.
En na het feit dat de ambassadeur nu zelf ook in Boket is geweest, of nog steeds is, om daar zeg maar de aandacht vast te houden en zorgen dat helikopters worden ingezet en zo. Dat, ja, nee, prima. Ja. Wij zijn afgelopen woensdagnacht om 12 uur gebeld door een schoolleidster uit Boket. Die deelde mede dat de beide meiden niet teruggekeerd waren bij het gastouderengezin. Dat hebben we voor kennisgeving aangenomen. Wij zijn daarna gaan bellen met Judith van andere reizen, het noodnummer. In eerste instantie had zij zoiets van, ja god, misschien zijn ze een uurtje weg en dat komt wel goed. Mm-hmm. Maar ze is toch gaan bellen naar Panama. En toen bleek dat ze dus al meer dan 24 uur weg waren. En toen begon een aantal bellen te ringen van, dit kon ons wat meer betekenen. En toen hebben we daarna in overleg met Hans, of Hans heeft ons gebeld om aangifte te gaan doen bij de politie. Ja. En daar vandaan is het hele circuit op gang gekomen. Ja, want ik heb begrepen dat u had eigenlijk tot maandag of dinsdag elke dag contact met uw dochter. Ja, we hebben vrijwel, iedere dag hadden we wel een contact, al was het ook kort. We hebben afgelopen vrijdag nog Skype contact gehad. Daarin was ze heel vrolijk. Het ging allemaal hartstikke goed. Ja. Ze zag er heel erg naar uit. Ja. Dus geen enkel signaal dat er iets zou zijn. En hoe is het bij u? Heeft u ook, zoals Hans zei, die worsteling van moet ik nou wel of niet gaan? Nou. Die hebben we wel gehad. ik heb een beetje vliegangst. En wij hebben ons ook afgevraagd van wat kunnen wij nog meer doen daar. Maar onze zoon. Nog twee andere goede vriend en haar broer die alles iets van, wij gaan er naartoe. Dus daar heb ik dan vrede mee. En zij zijn nu onderweg? Ze zijn vanmiddag om 12:15 vertrokken. Ja. Daarna komen ze, vanavond komen ze eraan. Eén overnachting en morgen gaan ze door. Naar nou, dit. Ja. Hoe heeft u het idee, ik hoor hier al berichten van, er wordt gezocht, er zijn ook allemaal vrijwilligers die zoeken, heeft u ook echt het idee van, er wordt alles gedaan? Ja, dat idee hebben we zeker. Omdat het natuurlijk ook een vrij lastig zoekgebied is. En wij hebben het idee dat in ieder geval alle middelen zijn gemobiliseerd om te zoeken. Ja. Want u kende elkaar eigenlijk alleen van Schiphol, heb ik begrepen. Ja. Daar hebben we elkaar de eerste keer gezien. Hè? Ja. Chris en Lisanne zijn vriendinnen. Ze wonen ook samen. Kamers in hetzelfde huis. Ze werken ook samen in de stad. En ja, ze hebben het pad opgevat om samen die reis te gaan maken. En op Schiphol hebben we toen eigenlijk elkaar voor het eerst ontmoet met afscheid. Het was heel gezellig. Ja. Vol goede moed. Ja. En dat blijven we ook. Precies.